Yo, kijkers van Dus David Games, welkom terug bij meer Nazi-zombies hier bij Call of Duty World at War. Mijn soldaat heeft alweer praatjes en dat is mooi, want dat betekent dat wij klaar zijn voor een nieuwe ronde zombies jagen. De vorige keer dat ik deze missie heb gedaan ging het niet zo heel best. Ik kwam echt tot ronde 3 of zo, want toen kwam een zombie van achteren en die greep me bij mijn nek. En toen was het knakkie die knak met mijn nek. Alleen deze keer ga ik proberen om beter mijn best te doen. Ik heb wat tips van jullie gekregen, ook weer opnieuw. En ik ga ze proberen om ze in de praktijk te brengen. Word alsjeblieft niet boos als het niet lukt. Want ik doe mijn best. Vorige potje, gisteren, is het niet zo best gegaan. Ik heb de vorige keer mijn mes geprobeerd te gebruiken. Alleen mijn mes zat op een dermate vage plek. Dat dat niet helemaal, helemaal goed kwam. Dus ik heb mijn mes op een andere plek gezet. Mijn mes staat vanaf nu op Q. En ik hoop dat mijn mes daarom makkelijker te gebruiken is. Kijk. Want V, die zat namelijk een beetje buiten mijn bereik. Weet je wel? Dat kon ik niet zo goed bij. V, dat zit net even te ver voor mijn vinger. Dus nu heb ik hem op Q gezet. En dan kan ik makkelijker mijn mes trekken. En die zombies in hun nek juken met mijn kraspen, jongen. Tuz! Waar zijn ze? No ammo. Uh-oh. Dat is kut. Dan moet ik heel gauw een ander wapen pakken. Doe deze maar. Prima. Maakt niet uit wat het is als het me schiet. Zat hier ook ergens zo'n happy box, jongens? Ook de vorige keer, gisteren trouwens. Ik heb hem wel gevonden, die box. Alleen ik had de tijd niet om er wat mee te kopen. Want zombies die vonden het heel nodig om mij van achteren in mijn rug aan te vallen. Ik vond het een laffe tactiek, maar ja. Zij blijkbaar niet. Doe van mijn asiel afblijven. Gesnapt. Ik ga proberen om jullie tips in praktijk te brengen. En dat betekent dat ik naar boven ga, zometeen. En dan de... Even kijken, dat was deze kant op geloof ik. Ja. Dan ga ik daar zo naar boven. En dan ga ik proberen om de stroom aan te krijgen. Dat is mijn doel voor deze aflevering. Proberen om de stroom aan te krijgen. Arr, hij kan goed marcheren, die gozer. Dat kan die heel, heel fantastisch. Ik weet niet of ik daarna nog veel verder kom. Als de stroom aan is. Maar ik ga gewoon mijn best doen. Hoppa. En als de stroom aan is, dan ben ik blij. Dat lijkt mij een mooi deal. Wat nou? Oh wacht, zitten er nog meer? Waar komen ze allemaal vandaan, jullie gasten? Ga je tanden poetsen, je stinkt uit je bek. Jij ook? En jij helemaal. Kan ik dit ding alvast? Oh shit, jongens, ze zijn er veel meer dan ik dacht. Hier, neem die maar. Eat my nade. Oh, er zijn er nog een paar die het overleefd hebben ook. Wat een harde jongens. Koleren, Frans komt dichterbij. Wat was dat? Oho, kernbom. Ik weet niet weten wat het doet. Volgens mij ontploft het alle zombies op het hele veld. Dat zou wel mooi zijn. Dat betekent dat ik automatisch doorga naar de volgende ronde, toch? Hup, opruimen die zooi. Hoppa. Even herladen. Dan komen ze ook van boven. Dus dat is niet goed. De power must be activated. Ja, dat weet ik. Ik zoek de power, vriend. Er was een instructiefilmpje voor mij gemaakt. Dat is heel lief van ze. Ze hebben echt hele filmpjes gemaakt over hoe ik het moet doen. Hoe kom ik nou weer bij Bouncing Betty's? Ah, daar. Maar er was dus een heel instructiefilmpje voor mij gemaakt over hoe ik het moest doen. Hoe ik het spelletje moest spelen. En dat beviel mij automatisch goed. Ik dacht al dat ze daar vandaan zouden komen, hè. Dus dat was echt zwaar relaxed. Dat jullie echt gewoon filmpjes voor mij maken om te laten zien hoe ik het spel moet spelen. Hartelijk dank daarvoor. Ik weet niet of het veel uitmaakt, maar ik ga in ieder geval mijn best doen. Oh, er loopt er nog eentje achter. Hoe ben jij langs mijn Bouncing Betty gekomen, Frans? Doe dood. Doe dood, je bent een fucking zombie. Jij moet dood. Nee! Wat was dat nou? Dat was mijn mes. Wat nou? Ja! Leuk, joh. Grappenmakers. Nou ja, we zijn in ieder geval verder gekomen dan de vorige keer. We hebben 4 rondes gehaald. En ik heb meer punten dan de vorige keer. Dat is positief. 32 kills, 18 headshots. Ik ga meer oefenen. En dan zie ik jullie de volgende keer heel graag weer terug. Bij meer Call of Duty World at War. Bij meer Nazi zombies. En terwijl ik hopelijk dan wel de stroom kan vinden. Because power will reunite you. Dat is belangrijk, hè. Power will reunite you. September. Oh, dan ben ik jarig. Weet je wat? Omdat ik dan jarig ben in september gaan we gewoon nog een potje spelen. Lijkt me een goede deal. Omdat ik in september jarig ben. Alleen daarom, hoor. Dat is de enige reden. Woehoe. En omdat het spelletje ook best wel leuk is en best wel verslavend.
heb ik eigenlijk de spellen afgesloten en dan ga ik nog een potje spelen. Als dat geen groene duimpjes waard zijn, dan weet ik het ook niet meer. Doe dood. Ik zou wel eens een goed gesprek met een van die zombies willen hebben, weet je wel. Zo van, jongens, wat zit je nou eigenlijk allemaal dwars in je leven? In je ondode leven. Volgens mij hebben die jongens een onverwerkt trauma. Dat zou zomaar kunnen. Ja, yeah, niet helemaal. Je kan hard roepen. Maar je krijgt het toch niet, vriend. Ik wil potverdorie die stroom vinden. Dood. Was dat alles? Nou, de tweede potje wil ik gewoon boven de niveau 4 uitkomen. Boven wave nummer 4. Vind ik gewoon dat ik dat verplicht ben aan mezelf. Om te bewijzen dat ik geen ultieme noob ben. Ja, dan ben ik dat ondertussen wel natuurlijk. Maar zit de stroom daarboven hoor. Ziet er wel uit als een stroomkamer namelijk. Wat is dit? Stielhandgranaten! Ah, dan moeten ze gooien naar die zombies. Kunnen ze hier ook doorheen? Er zit wel een plank. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Oh, je wel daar. Hallo! Dat is Frans. En dat is Hans. En Hans wil niet dood. Hans, doe eens dood. Zo. Hoppa. Rebuild the barrier. Zitten we al op wave nummer 2, jongens. Goed bezig. Allemaal even klappen voor me, hè. Dat vind ik dat ik dat wel verdiend heb. Hey, aan de deur wordt niet gekocht. Ook niet als je een zombie bent. Juist niet als je een zombie bent, zou ik als willen zeggen. Mis. Raak. Nice. Haha. Ik ben zo bang dat ze van achteren komen, hè. Ik moet altijd achter me kijken tegenwoordig. Dat heb ik ook voor jullie geleerd. Ga. Je moet een rolstoel kopen, vriend. Je loopt niet zo makkelijk meer. Nog 1000 punten, nog 300... Nee, nog 230 punten, dan kan ik dat ding naar boven weer doen. Dat is goed. Oh, nou nog twee... nou nog veel meer. Hey, er zat er nog eentje daar. Ga. Dood. Oh, wacht, je bent natuurlijk al dood. Je bent een zombie. Doe nog ondoder zijn dan dat je al was. En blijf van mijn asiel af. Gesnapt, gesnopen. Is mijn asiel, vriend. Is niet jouw asielvriend. Oh, wacht, is niet mijn asielvriend. Zo zeggen ze dat dan, hè. 850. Ja, prachtig. 870. Hoe komen de punten er nou in één keer bij? Krijg je de punten erbij als je dat ding weer repareert? Gaan toch punten af dan? Wave nummer 3. Mooi. Ik zie je wel. Kom dan. Oh, wacht, zij staat daar. Daar kan ik er natuurlijk niet bij. Hier kan ik er wel bij. Moet even zijn aandacht trekken. Dat was hem. Oh, maar één kogel. Dan ga ik even herladen. Nu kan het. En... mis! Die wel raak. Nice. Kunnen we deze opruimen? Huppa. Uitgeven die zooi. Ik wil naar boven. Goed zo. Jij dood. Ook koleertjes, hé. Dat was er één. Dat was er één. Ja, die wil ik hebben. Juist. Kijk, daar gaan de puntjes. Hoppa, max ammo erbij. Tuurlijk, jongens. Nice. Als ze nou ook nog even alles zouden repareren voor me, dan ben ik blij. Was dat wave 3? We zitten alweer op wave 4, jongens. Maar gaat het snel? Nice. Even de zooi repareren hier. En dan gaan we naar boven. Lijkt mij een goed plan. Ik wil potverdorie die stroom vinden. Maakt niet uit of ik dan de rest verkeerd doe. Ik moet die stroom hebben. Dit ziet eruit als een deur. Waar ik doorheen kan. Nee! Er staat een stroom op de deur. Die moet ik dus hebben. One time only. Hup, bouncing baddy. Geef me hier. Geef dan. Oh, kan niet betalen. Ik ben een arme soldaat. Dit ziet eruit als een power. Toch? Hey! Ga weg, lelijkert. Ga weg, lelijkert. Nee! Weer vier rondjes. Ah, so close. Ik heb even wat tips nodig voor de bovenverdieping, jongens. Want dit gaat niet zo best. Tweede keer dat ik op level 4 eindig op de bovenverdieping. Vergeet je tips niet achter te laten in de comments. Want deze keer ga ik echt mee ophouden. Ik zie jullie de volgende keer heel graag terug bij meer Nazi Zombies. Mazzel!